Hallo allemaal, dit is Haaglanden voor iedereen. Dit is het programma over wat er allemaal te doen is in onze regio. En natuurlijk beginnen wij, zoals altijd weer, op muzikaal gebied. Ja, want voor deze editie van het Trojan Metal Fest op 17 januari in het Paard staat weer een knallende ex-band te wachten. Met onder andere Screamer, Buzz Rockington en Death Hammer. Is er weer reden genoeg om eens even lekker te headbangen. Escobar treedt op 10 januari in de supermarkt. De band is vernoemd naar de voetballer Andres Escobar. En dat is een heel bijzonder verhaal, want hij had een eigen doelpunt gemaakt op het WK van 94. En hij is daarom vermoord. Dat is niet zo slim ook, hè? Nou ja, ik vond het wel een leuk weetje. Ik heb ook een t-shirt aan van voetbal culture. Dus ja, ik hou ervan. Maar het is ook gewoon een hele gave band. Dus ga er gewoon heen op 10 januari in de supermarkt. I wanna feel you all night long. I got something to say. I wanna sing it in this song, but it takes me just further away. I wanna make y'all feel alright, wake you up in the middle of the night. I wanna make it out of sight, wake you up in the middle of the night. Why does it go so wrong? Am I coming up too strong? Would you like to stay with me? You got me here on the end of the line, I just want you to stay. I wanna sing it in this rhyme, but it takes me just further away. You call it love, well that's alright, wake you up in the middle of the night. I'm gonna make it out of sight, wake you up in the middle of the night. Why does it go so wrong? Am I coming up too strong? Would you like to stay with me? Why does it go so wrong? Am I coming up too strong? Would you like to stay with me tonight? Zoals inmiddels wel een beetje bekend is in Den Haag, hou ik van onwijs lekkere harde rock. En Joop, is die gasten gaan opzoeken? Was het partij koud, jongen? Ja, we zijn nu in Zoetermeer aangekomen. Het is ijskoud, maar we moeten ergens naar een lift toe. Dus we gaan even lekker lopen. Kom mee. Volgens mij moet ik hier zijn. Hey, ik ben Joop. Hi, hi Paul, was goed? Ja, laten we lekker naar binnen gaan. Ja, mooi. De beste rock. Rock. Voor indie, rock, blues, new wave en punk. Hey Paul, ja. ik loop je huiskamer in en ik loop gewoon recht tegen een half, tegen een half radiostation aan. Ja, je loopt hier tegen een radiostation aan, in dit geval van K-Rock Europe. En dit is een van de twee studio's in Zoetermeer.
De hoofdstudio staat in Hoge Heide. Dus van hieruit, hier draaien we vanavond. Dat gaat via de stream naar Hoge Heide. Vanuit Hoge Heide gaat het internet op. Ja, en zo bereiken we eigenlijk de hele wereld. Ja, vanavond is dus metal, gothic, industrial, electro, IBM in 2 uurtjes tijd. En ja, we gaan er wat moois van maken eigenlijk. Keiharde muziek. Ja, het wordt lekker hard. Dus af en toe dan zullen we even de muziek een beetje hard zetten in de kamer. Nou, dan kan je even meeluisteren. Oké, vet. Hey, nog een vraagje. Want als mensen naar jou willen luisteren, hoe doen ze dat dan? Ja, dat kan via de internetsite www.k-rock.eu. Daar heb je de Luister Nu knop. Daar klik je op en je kan gewoon meeluisteren. Je kan ook naar de Facebook van K-Rock Europe. Ook daar kan je luisteren. Dus ja, vele manieren. Via internet, als je een media player hebt op je installatie, zoek K-Rock op en je kan luisteren. Oké, kikken. En K-Rock. Zo, echt alleen maar rock, lijkt me. Het is eigenlijk alleen maar rockmuziek, ja. Metal, punk. Bij mij IBM, industrial, electro. Eigenlijk lekker een stevige huis. Zoals je vroeger Kink FM had, heb je nou K-Rock. Ja, ja. K-Rock Radio. Misschien een beide hand vraagje, maar mag ik zo even een nummertje aankondigen? Ja, van mij wel. Dat gaan we straks lekker doen. De beste rock. K-Rock. Voor indie, rock, blues, new wave en punk. Hey Paul, ja, ik vind het wel wijs gaaf om hier te zijn bij K-Rock Radio. Ja, dankjewel. Dank je voor je komst en voor de mooie opname die we later kunnen gaan zien natuurlijk. Ja, zeker weten. En zo kunnen we toch een beetje in elkaars keuken kijken, zullen we ja, zeggen. Ja, daarom. Ik vind het hartstikke leuk en ik vind de muziek echt onwijs lekker. Super, lekker, super op zweepen. Ja, absoluut. Ik loop al half het te bang hier. Ja, nou, dat is mooi. Ja, ik zou zeggen, de eer is aan jou om het volgende nummer maar in te starten, zullen we doen. Ik ga het op de manier van Paul doen. Ik zeg, kameraden. Here is the lamp of God. De Haagse knaller van deze keer is Jim de Meulen. En dat is echt een hele ouderwetse, gezellige volkszanger. Trouwens wel een jonge gozer. En op zijn muziek kan je echt een lekker pintje drinken hoor. Eet je maar, Joop. 3 zomers lang was ik compleet van slag. Alles zweefde om me heen toen ik haar opeens daar zag. Ze was zo mooi en stond daar helemaal alleen. Ik gaf haar een knipoog, ze lachte meteen. Ik stond te trillen op mijn benen, had geen gevoel meer in mijn tenen. En langzaam liep ik naar haar toe. Stond met mijn mond vol tanden en geen woorden meer voorhanden. Ik had me nog nooit zo gevoeld. Die zomers lang zag ik haar lange benen. Die zomers lang stond ik in vuur en vlam. Die zomers lang al mijn zorgen verdwenen. Die zomers lang sinds ik haar tegenkwam. Signorita, ti quiero, ti amo. Je bent SS, eminente, mi corazón. Oh, signorita, ti quiero, ti amo. Je bent SS, eminente, mi corazón. 3 zomers lang, kon niets voor ons nog stuk. Elke dag was nog mooier, we straalden van geluk. Maar diep van binnen wist ik hoe het zat. Ik was maar een speeltje dat liep op mijn pad. De 4e zomer kwam eraan. Ik belde op en zei spontaan: lieve schat, ik kom nu naar je toe. Ze zei: je hoeft niet meer te komen. Wil met een ander nu jouw dromen. Jij blijft voor mij in een ring. Zag ik haar lange benen. Voor de sieradenliefhebbers op onder ons is er zaterdag 4 en zondag 5 januari weer een sieradenbeurs in de Grote Kerk in Den Haag. Er zijn verschillende handgemaakte kettingjes, armbandjes, oorbelletjes en diverse soorten kralen aanwezig. Dus ik zeg, als je een beetje van knutselen houdt, ga er gezellig heen. Nou, ik ben erbij. Ja hoor. Op 5 januari in Delft in het museum Prinsenhof is een hele mooie rondleiding. En je bent in Delft en dan gaat het natuurlijk over Delfsblauw. En daar hou jij van, hè? En heel veel oudere vrouwen houden er ook namelijk heel erg veel van. Dus ja, hou je ervan, dan moet je er gewoon lekker heen gaan op 5 januari in Delft. Noem je me nou gewoon een oud wijf?
Ik zeg even niks. Dit is het Haagse minuutje vanuit de corridor. Ik ben hier met de enige echte Wouter Kiers. Daar heb je hem, jawel. Wouter, je hebt een saxofoon bij je natuurlijk. Ja. Wat vind je zo mooi aan de saxofoon? Hoe het eruit ziet, weet je. Het is een stoer apparaat. Glimmend over het algemeen. En een hoop kleppen erop. Maar bovendien de sound die mij heel erg aanspreekt. Zo breed, stofzuigerachtig. Cirkelzaagachtig. Mix, zeg maar. Ja, kik. Hey. Ik doe eigenlijk nooit onderzoek, maar ik hoor de naam Wouter Kiers. Ik denk, die naam ken ik. En dat heb ik gedaan. Je hebt in 2005 heb je ook opgetreden op Parkpop. Hoe vond je dat? Ja, helemaal te gek. Super. Ja. Dat was echt waanzinnig. Zoveel mensen. En het was een prachtige dag qua weer. En echt helemaal te gek. Super. Dit is gelukkig op DVD opgenomen. Dus dan zie je het nog eens terug en dan besef je pas eigenlijk nog meer hoe bijzonder het was. Helemaal te gek. Ja, kijk, hey, ik heb een hele prangende vraag. Ja, wacht even. Naar welke kapper ga je? Oh, ja, zeer belangrijk inderdaad. Goed dat je het vraagt. Dat is Rob's Haarstudio aan de Berensteinlaan. Oké, kijk, hey, ik wil je niet zenuwachtig maken, maar dit is het Haags minuutje. Ben je er klaar voor? Ja. Dit wordt wel spannend, hè? Je minuut gaat in op de 1. 3, 2, 1. Dit was het Haagse minuutje vanuit de corridor met de enige echte Wouter Kiers. Sarah Kroos zal 15 en 16 januari te zien zijn in Theater De Veste. Ze improviseert, zingt mooie liedjes en maakt er vooral een hilarische avond van. Dus ik zeg jongens, ga er gezellig heen. Je m'appelle Job, kom me dit appel. Ja, ik denk ga maar Frans lullen, want al de liefste treedt op 11 januari in Theater Diligentia en hij is bekend van zijn Franse power chansons. En als je zijn muziek hoort, dan weet je het zeker. Het leven is mooi. Omelet du fromage. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Quand le ciel n'est plus très bleu et que tout est gris, j'ai la solution. Quand la voiture refuse de démarrer, quand la queue est trop longue au supermarché, que plus rien n'est drôle, que rien ne tourne rond. Que plus rien n'est drôle, plus rien ne tourne rond. C'est dur de temps en temps. La seule façon de s'en sortir, je l'ai trouvé, c'est de se dire. Ou mieux de chanter, la vie est belle, c'est à vous. La vie est belle. La 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 la, la vie est belle. La vie est belle. La 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 la, la vie est belle. Très bien. Vous me suivez? Dit was Haaglanden voor iedereen. Als jullie tips voor ons hebben, mail dan naar mail@denhaagshow.tv, want dan kunnen wij daar wat mee doen. En ik zeg voor nu een gelukkig nieuwjaar allemaal. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Ik verveel me, Jopie. Weet jij nog wat te doen? Nou, een lubbertje maken, Jopie. Gaan we business. Er zijn soms van die dagen, dan heb je geen zin. Niks kun je verdragen, weer een baas, hop ik in.
Ik loop me te vervelen en ben op zoek naar lol. We hebben droge kelen, man, dat halen we nooit vol. Je clubje blijft verliezen, je auto gaat kapot. Mijn vrouw die zit te kniezen, niks loopt lekker vlot. Je kater loopt te sproeien, overal die stank. De kinderen die knoeien op de nieuwe leren bank. De zon gaat echt wel stralen. De wasmachine stuk. Wat heb ik nou voor leven? Blijf nou dat geluk. Koorts en zere spieren, weer met de griep besmet. De buren blijven klieren en bederven alle pret. Hele lange rijen in het postkantoor. Ja, zijn heren zetten treien, volledig van de spoor. Ken even niet meer bellen, ben mijn mobieltje kwijt. Je wil wat leuks vertellen, maar wie heeft er nou nog tijd? De zon gaat echt wel stralen. Nou, ik krijg de smaak te pakken hoor. Ik wil echt naar de top toe. Nou, over smaak gesproken, ik begin dorst te krijgen. Nou, ik ga een lekker biertje voor je halen. Lekker. Naar de top toe, ja! De zon gaat echt wel stralen. Vet. Hey, zullen we de volgende banaan doen? Lijkt me geinig. Mazzel het doosje, ja!